Mijn naam is Ed van Haring. Ik ben in 1989 begonnen met Of Course. In de loop van de jaren 90 zijn er een aantal mensen bijgekomen en in totaal zitten we nu ongeveer op 8 mensen. De meeste accountants houden zich bezig met het samenstellen van de jaarrekening. Bij ons begint het daarmee. Dus wij leggen het financiële fundament. Wij leiden de ondernemer op dat ze dus zoveel mogelijk zelf kunnen doen. En wij kijken liever naar de toekomst en naar het gedrag van de ondernemer. We hebben een wetenschappelijke test ontwikkeld, dus de A-Scan ondernemerstest. Een zakenpartner is daar ook op gepromoveerd. En die gebruiken wij. Dus we kijken naar het gedrag van de ondernemer. En wij zijn eigenlijk van mening dat het gedrag de cijfers beïnvloedt en niet andersom. We willen eigenlijk niet de ondernemer met meer dan 100 mensen, omdat er vaak tussenlagen zijn, controleslagen. En dan kunnen ze dat zelf al heel veel doen. Dan hebben ze ook een HRM-afdeling, ons doelgroep. Zijn de MKB-ondernemers beneden de 100. Dus niet alleen maar gewoon de cijfers, de jaarrekening, de boekhouding, maar ook coachen, het gesprek voeren over het ondernemerschap. Hoe word je succesvoller? Wat is je strategie? Hoe kan je dat het beste tot uitdrukking brengen? Hoe ga je om met tegenslagen? Noem maar op. En daar coachen wij in. Wat wij belangrijk vinden is dat we een goed geautomatiseerde omgeving hebben. Dus dat betekent dat we up-to-date software hebben op het gebied van controlling, accounting, maar ook op het gebied van digitalisering van processen. De ondernemer heeft zeg maar natuurlijk heel veel documenten, bijvoorbeeld een pensioenovereenkomst, een bankverklaring, bankovereenkomsten, testamenten, huwelijkse voorwaarden. Dat willen wij graag allemaal digitaal opgeslagen hebben. En daar gebruiken wij het systeem Extendis voor. We hebben een digitaal dossier, waaronder een permanent dossier. En dat permanent dossier is toegankelijk voor elke klant. Ze vinden het fijn. Wij staan al bekend om onze transparantie. Er zijn toch veel klanten die het zo goed opbergen thuis dat ze het niet meer kunnen vinden. En als ze dan bijvoorbeeld een huwelijksvoorwaarde of een testament willen hebben, kunnen ze naar onze site gaan, kunnen ze downloaden. Dan kunnen ze het even bekijken. En eventueel ook daar weer acties op ondernemen. Kijk, testamenten moeten toch om de zoveel jaar weer even opnieuw bekeken worden door een notaris. Dus het is wel handig dat het dan direct beschikbaar is. Ja, de veiligheid, dat de klant weet dat het bij ons altijd op het systeem beschikbaar is. Extend is natuurlijk een digitale oplossing, waarbij de servicegraad ook hoog is. Wat ik ook belangrijk vond toen ik voor het systeem koos, dat ik wel in zo'n ontwikkelingsproces verzekerd wilde zijn van voldoende ondersteuning. En dat hebben ze ook gedaan. Implementatie, nazorg. We hebben natuurlijk wel eens in de opstart een probleem gehad en het werd gelijk opgelost. En dat is wel prettig. Want dan werk je meer als team dan dat je individueel gewoon je ding doet. En daar hou ik van. 1-1 is tot 3, als het goed is. We hebben een tijd gekend dat we snel groeiden. En toen hadden we op een gegeven moment last van verouderde machines. Toen hebben we Extended binnengehaald en hebben we eigenlijk een hele mooie oplossing gekregen. Of meerdere oplossingen. En zelfs sindsdien is Extended gewoon een betrouwbare partner voor ons. Dus als we bellen en we hebben een probleem met de machine of wat dan ook, dan komen ze ook gelijk binnen 24 uur. Dat is voor ons ook belangrijk, omdat wij gewoon door moeten kunnen. We willen niet dat we te veel dossiers op de tafel hebben liggen die we nog in moeten scannen, want efficiëntie is bij ons ook belangrijk. Een jong, dynamisch bedrijf, snel groeiend, altijd het nieuwste van het nieuwste. Ja, dat vind ik wel interessant. En dat betekent dat het bedrijf in ieder geval innovatief is. En ook graag de nieuwste ontwikkelingen wil delen met hun klanten. En daar hou ik van. Ik hou ook van transparantie, ik hou van proactief adviseren. Dat doet Extendit ook.